Goedenavond. We hebben honger. Wat kan je ons aanbevelen? Heeft u op de kaart gekeken? Ja. Maar ik vraag, wat kan je ons aanbevelen? Gaan uw gedachten uit naar vlees of naar vis? Mijn gedachten gaan nergens naar uit. Ik vraag, wat kan je ons aanbevelen? Ik kan u de kabeljauw aanbevelen met mosterdsaus of een schnitzel. Schnitzel, is dat kalfsvlees? Ja. Dat eet ik niet. Is die kabeljauw vers? Uit de diepvries. Tegenwoordig is alles uit de diepvries. Is dat zo? Ja, dat is zo. Mosterdsaus, is die een beetje pittig? Ja. Als ik die kabeljauw bestel en ik eet hem op, heb ik daar lekker gegeten? Ja. Is dat een garantie? Nou ja, er kan altijd iets misgaan. Dan heb ik een vieze kabeljauw. Dan krijgt u een nieuwe. Een nieuwe vieze? Nee, want daar let ik natuurlijk extra op. Waarom let jij de eerste keer niet extra op? Ik zal de eerste keer extra opletten. Dus dan krijg ik meteen de eerste keer een lekkere kabeljauw? Ja. Voor mij de kabeljauw. Wat zit daar verder nog bij die kabeljauw? Rijst en worteltjes. Ik wil die kabeljauw, maar dan met patat en zonder worteltjes. Twee maal kabeljauw. Waarvan één met patat en zonder worteltjes. Ja, dat weet ik. Maar je schrijft het niet op. Jawel, ik heb het opgeschreven. Doe mij maar de lever. Dat zou ik niet doen. Wat zeg je? Dat zou ik niet doen. Ik heb trek en lever. Ja, maar ik raad het u af. Wat is dat godverdomme hier? Het staat er op het menu? Het hoort er wat mij betreft niet op te staan. Maar het staat erop. Ja, maar ik heb het hier niet voor te zeggen. Gewoon een biefstuk met sla. Voor mij ook. U wilde toch kabeljauw? Ja, maar nu wil ik biefstuk. De biefstuk is op. Is toch niet te geloven? Er staat hier worst. Wat voor worst is dat? Duitse worst. Worst uit Duitsland? Worst uit Duitsland, ja. Welk dier? Welk dier? Van welk dier is die worst gemaakt? Godverdomme, man! Varken. Wij komen hier om lekker te eten, maar je geeft ons niet de indruk dat het mogelijk is. Heb jij een opleiding gehad? Ja. Hebben ze je daar niet geleerd dat je een gerecht moet aanprijzen? Meneer, ik kan u de Duitse worst van harte aanbevelen. Het is een heerlijke malse worst, speciaal voor ons vervaardigd bij een familiebedrijf in Beieren. Ga dat maar eens zeggen. Zeg mij nou. Meneer, ik kan u de Duitse worst van harte aanbevelen. Zeg het verdomme. Meneer, ik kan u de Duitse worst aanbevelen. Van harte? Van harte. Heerlijke malse worst, speciaal voor ons vervaardigd bij een familiebedrijf in Beieren. Heerlijke malse worst, speciaal voor ons vervaardigd bij een familiebedrijf in Bremen. In Beieren? In Beieren. Is dat nou zo moeilijk? Voor mij die Duitse worst. Voor mij ook.